De regering werkt aan vergemakkelijking van het personenverkeer naar Suriname. Veel personen hebben moeite met het invullen van het lange immigratieformulier bij aankomst, de zogenoemde Arrival Embarkation Form. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking afgelopen woensdagavond tijdens een persmoment na de regeringsvergadering. Het besluit hiertoe is nog niet genomen. De bewindsman laat weten dat deze zaak in de komende periode op de agenda van de Raad van Ministers geplaatst zal worden. Dat gaat in de toekomst niet meer hoeven. We willen dat nog voor eind van het jaar introduceren. Het zal allemaal online gebeuren. En niet dat u iedere keer weer zo'n hele formulier moet invullen, maar één keer. En als het eenmaal gesaved is, dan moet u de volgende keer alleen de data en de gegevens die veranderd zijn aanpassen. En dan kunt u weer, dan kan dat geregistreerd zijn. Dat zal ook in het kader zijn van het vergemakkelijken van het personenverkeer naar Suriname, maar ook in termen van het bedrijfsleven. Minister Ramdien benadrukte dat deze maatregel en het versoepelen van het proces van het aanvragen van een werkvergunning bedoeld is om het zakendoen in Suriname te vergemakkelijken.